Het onderzoek gebeurde op verzoek van hengelsportvereniging Ons Genoegen uit Os. Ze willen een beter beeld krijgen van waar ze op vissen en hoeveel vissen er eigenlijk rondzwemmen in de Hazakker. Ons Genoegen is een vereniging van 2300 leden in Os. Dus het is een behoorlijke vereniging en ja, die leden willen allemaal de vissen kunnen vangen. Dus het is ook belangrijk voor de leden dat die vis te vangen is en dat er vis op de vijvers zit. Dus om de leden tevreden te houden. Hè? Er zijn 2 miljoen hengelsporters en sportvissers in Nederland. En die willen graag vissen op een goede visstand. En je ziet toch dat de visstand in Nederland wat achteruit gaat. En met dit soort onderzoeken kunnen we ook aantonen waar ligt dat bijvoorbeeld aan. Wat kunnen we eraan doen om de visstand te verbeteren? De vissen werden eerst met een groot net gevangen en vervolgens uit het water gehaald. Waarna ze onder meer gemeten werden. De vissen boven de 10 centimeter nemen we ook gewichten van. En aan de hand van de lengte en de gewicht kunnen we de conditie bepalen. En dan kunnen we adviseren, is de visstand gezond en moet wat uitgezet worden of inrichtingsmaatregelen genomen worden. Maar is het wel mogelijk om alle vissen uit het water te halen? Nee, we vangen zeker niet alles. Het ligt er een beetje aan het water. Als je heel veel dieptes hebt, voor karpen is dat moeilijk te vangen. Maar we vangen ongeveer tussen de 50 en de 70% van de visstand. En aan de hand daarvan maken we inderdaad een schatting van wat er totale populatie is. De hengelsportvereniging was verrast met de resultaten van het onderzoek. Nee, het was eigenlijk beter dan verwacht. We hadden verwacht dat er weinig vis zou zitten. En er is toch eigenlijk veel vis naar boven gekomen nu. Dus eigenlijk positief verrast. Ja. En kun je daar eens wat voorbeelden van geven? Vooral eigenlijk karper is heel veel gevangen, ook hele grote karper. Zware tot 20 kilo toe, dus ja. Ja. Hoeveel vissen er precies in de Hazakker zitten, wordt nog onderzocht. Daar zijn nog wat berekeningen voor nodig.